Hallo, ik sta hier voor de bieten. Het heeft de laatste 2 dagen flink geregend. Het groeit allemaal best. De zon schijnt weer. Ik laat jullie deze vlog zien. Het ophalen van de nieuwe trekker. De groei van de uien. En hoe diep dat het grondwater zit. En het verschil tussen lichte grond en zware grond. Nou, het was het wachten waard hoor. We gaan de nieuwe trekker ophalen. We zouden hem eigenlijk al op half maart hebben. Maar ja, vanwege de corona is het allemaal vertraagd. En hier is hij dan. MF6718. Kijken of we de sleutel ook kunnen krijgen. Hier is Karel van Wevers. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, de cabine ligt vol. Even de tweede trekker opzij zetten. En een bordje. En hij ruikt ook wel heel erg lekker. Nou, hier zitten we dan. Daar staat Tom van Wevers. En de multihandle. En nog een hendeltje. En de elektronische ventielen. De ploegbesturing. GPS. En de vlogsteun. Nou jongens, daar gaan we dan. Eerste ritje jongens met de nieuwe trekker. Ja, dat rijdt wel lekker. Met de 6718. Hopen dat we nog heel veel jaren in kunnen rijden. Ja, hopelijk wel. Nog 3 jaar, Jelle. Daar kan ik. Hessel, jij nog? Bijna. Vijf? Vier. Ja, vier. Bijna dikke 4 jaar, Hessel. Dan kun je je trekkerrijbewijs ophalen. Nou, we hebben de nieuwe trekker opgehaald en we lopen er eens even een rondje omheen. De 6718S Massey Ferguson. De brandstoftank. Hij staat nu op brede wielen. Want ik ga eerst, denk ik, ploegen of cultiveren groenmessen zaaien naar het tulpenland. Er zit een luchtremmen op, een extra 12 volt verlichting. De ploeg. Besturing, 4 ventielen, drukloos kun je me aansluiten. Bijna 10 ton hefvermogen. Er zit nog een zwaaihaak bij. Kieperknobbel. Cabinevering, voorrasvering. Nou, het ziet er allemaal gelikt uit. Mooi front. Frontheffenrichting. Gaan we eens even in de cabine kijken. Hey Jelle, zit jij hier? Ja. Hey, waar is de GPS gebleven? Ja, die haal jij toch de hele tijd elke keer eruit? Oh ja, dat is ook zo. Ja, we staan hier bij de gele uien. Het is alweer een week later. Kan mij niet hard genoeg gaan. De langste pijp is 57 centimeter. 12 centimeter gegroeid van de week. Ik denk dat ik volgende week ook de boldikte maar eens gemeten. We staan hier bij de rode uien. Ze groeien lekker. Eens even kijken. Het langste blad is 77 centimeter. 13 centimeter erbij. En ze gaan ook al wat dikker worden. Ik schat in dat die 2 centimeter dik is. Deze uien groeien toch wel duidelijk harder dan de gele uien op de zware grond. Er werd een vraag gesteld hoe diep dat het grondwater hier zit. Nou, ik ga eens even boren.
En dan laat ik jullie meteen het verschil zien tussen de grond, de zware grond hier midden in de polder, en de grond langs de dijk. De grond langs de dijk, die is ongeveer 11% afslibbaar. En de grond hier is 33% afslibbaar. Het heeft hier wel behoorlijk geregend. Dus het is lekker nat geworden. Zit al in het grondwater. En ik zit ook al in het veen. Dit is ongeveer 1,20 meter diepte. We gaan het eens even van dichtbij bekijken. Hier hebben we de bouw voor. Het is redelijk nat geworden. Onder de bouw voor zit een beetje zand. Dan zit er veen. Kijk eens. Hier hebben we gewoon nog een stukje hout van een boom. En hier zit echt het grondwater. Nadat ik bij de uien een gat geboord heb, ga ik hier bij de aardappelen ook nog een gat boren, want de ondergrond ziet er hier heel anders uit dan bij de uien. Dit is trouwens ook op de kleigrond. De eerste 25 centimeter is de bouw voor. Daarna zitten op ongeveer 50 centimeter zitten 20 centimeter veen. Daarna rood zand. En hier zit echt wit zand. De vaste bodem. Ga eens even een gat boren. Kijken hoe hier de grond is. Zit ongeveer op 1,30 meter diepte. Lichte zavel. Komt een beetje veen in. En hier zit het grondwater. Zand. En dit is veen. We staan op de dijk van de Noordoostpolder. Hier kunnen we Urk zien. En daar hebben we het prachtige land de Noordoostpolder waar wij mogen boeren. Ik dank jullie voor het kijken naar mijn vlog. En tot de volgende keer.